NK Hutfietsen eindigt in Slagfield. De bal rollt weer bij Sportclub Cambuur. Ilse Krijenveld, waarom in Friesland naar mislere avontuur? Het is maandag 24 juni. Dit is de sport in Boppenslag. Goeien, in het komende Leeds Jaloeren werden omtinken voor de Friese sport van het Oude Wiekoin. Zo winnen we onder oren bij de eerste training van Sportclub Cambuur, waar haar zwemster Ilse Krijenveld volgen bij het Nederlands Sprintkampioenschap op het Jereveen en Dirk Buitenzorg. Het hinder maken dit Wiekoin zijn debuut op de drafbaan van Wolvegier. Dat Olier Aasen, nou eerst het NK het fietsen. Het Nederlands kampioenschap Hutfietsen in Kerkrade zal de boeken ingaan als een van de zwisten in de historie. Het parcours wie al pittig, maar beklimmingen ont 20%, maar de Rijn en vooral ook de Huddewien zorgen van een wier slagveld. Van de goed 100 deelnemers wist nu uiteindelijk maar 16 de finish te halen. Snijnt en oren om 10 uur had niemand in de gaten wat had de wachtje stiert. Het NK moet nog beginnen en verschillende Friese deelnemers stienden mij verschillende verwachtingen zo'n start. Zo riet Pieter Wening voor het eerst net voor de Raboploeg, maar voor het Australische Orica Green Edge. Dat ligt een groot verschil. Ja, als je... Het is aan de ene kant het helemaal een verschil natuurlijk, maar ik wil zelf graag goed... Ik word er niet altijd neer en ervaren en ja, van mij persoonlijk verloren dan net zo volle. Waar het hamaat van vlakke koersen had je net volle te zitten. Wim Stroetinga en René Hooghiemster weten vooral dat ze het heel dreig krijgen zullen. Ik ga juist het randje nog even rieten. Er zitten twee echt hele steile klimmen in. Ik was zo lang dat het echt heel selectief werken in. Nou ja, dan was het parcours 22 keer, dus dat is 44 keer die klim. Ik denk dat het een slijtageslag wordt. Het is gewoon starten en ik zie hoe ver ik kom. Ik zie het gewoon misschien dat ik in een vroege ontsnapping ga proberen, maar dat valt ook altijd nog niet mee. Misschien een beetje in beeld rijden en dan zien we wel hoe ver we komen. Nieuwe Westra stuurt relaxed aan de start. Hij pakte verleden week voor het eerst de Nederlandse titel tijdrijden. Hij is gewoon heel goed voor mij en de druk is er al. Ja, maar ik moet zien hoe het gaat. Ik vind het op zich wel een heel mooi rondje, maar ja, ze verwacht zeker een brood en rijden zijn. Ja, dan wordt het wel minder, maar ja, we zullen het wel zien. Ik denk dat de conditie goed is en ja, ik hoop gewoon een goede finale erin. Op de vraag waar hier in Kerkrade favoriet is, binnen ze het opmerkelijk uitsprutsen mijn Oranjes. Het parcours is weer. Ik denk dat Jelle wat voor Lou is dan voor mij. En, ja, ik denk helemaal Pieter Wening dat wat voor hem is. Pieter moet het ook kunnen, die is op 1K altijd goed. Het is nou weer rauw, maar ik weg, dus misschien wel een voordeel voor hem. Ja, ik denk dat hij gewoon de klapman is, goed. Wening zelfs bloeit er nuchter onder. Dan slikkert het parcours heel geschikt voor hem. Het parcours is goed voor mij, alleen ja, het NK is vaak tactisch steekspul. Als hij in de finale net in een goede ontsnapping meisjes bij wie spreken, dan is het nou zo goed, wees, maar dat is gewoon het mij. Ik bedoel, dan is het gewoon in de goede voeten, dan is het erachterom. Maar ik bedoel, Safir is net en dat geven we net vooruit. Ik probeer niet gewoon finale te rijden en dan zien we vanzelf wat er uit de bus komt. De Harkiet wie in 2005 de laatste Nederlander die een toeretappe won. De laatste drie hier riet hij geen toer. Maar dit hier start hij wel in Frankrijk. Dan de start. 228 kilometer. 22 rondjes. Over een heel pittig parcours. Een peloton van meer dan 100 man wordt heel hut uit tenen zoeken. Wim Stroetinga valt in de eerste ronde al uit mijn lekker baan. En ik alle oren vriezen een hekje aan. In totaal zullen er maar 16 man finishen. Want gevaarlijk, dat wie het vanaf het begin. Ja, ik kan er heel lang over praten. Maar dit is gewoon te link. Gewoon. En als je echt mij wordt dan voor de prijzen, dan mag ik wel risico nemen. Op zich is het een mooi rondje. Op zich wel. Maar ja, het is gewoon draaien, keren, aardalen, bergop. En, als het aan droeg leidt, dan zei ik oké, dan ken het. Maar ongelukkig al terrein. En de eerste keer om heel prachtig al terrein te jongen. En toen ik het zelf op de jongen. De overwinning gaat naar Nicky Terpstra. Een hele sterke rider die 40 kilometer alleen nog op kop gaat.
Opmerkelijk is hij een van de renners die net de Tour riet en dus hier pieken kan. Het tweede plak is voor de Rabobank met Lars Boom, vlak voor Bert-Jan Lindeman uit Assen. Voor Nicky Terpstra is het zijn tweede nationale titel. In 2010 won hij, toen voor Pieter Weening. De meeste mensen die zullen nog op vakantie en bij het EK voetbal ben eens nog maar krek de hele finalisten bekend. Maar bij Cambuur rollt de bal alweer. Aurone Sneuns stuurt de eerste training op het programma. En ambitie is duidelijk, eindje bij de top 5. Cambuur had hem al flink versterken, maar omdat de selectie behoorlijk wat routine inleveren heeft, is de Cambuur-directie impeteerd met nog drie nieuwe spelers. Zo'n 500 man publiek en vuurwerk op de tribunes. Het zorgt voor een prima sfeer bij de eerste training van Cambuur. De selectie stapt dan onder leiding van de topscorer van vorig seizoen, Erik Bakker, het veld op. En na 4 weken zonder voetbal begon het bij Gwon alweer te kriebelen. 4 weken zonder bal, dat is wel verschrikkelijk eigenlijk. Nou, ik vind je eigenlijk veel te lang? Ja, veel te lang eigenlijk, ja. Tussen het publiek twee orde bekenden, want we ontdekken Bob Skepers. Skepers maakt het na 4 seizoen bij Cambuur de oerstap naar FC Utrecht. En dit is Marco Bizot, de doelman die het oude seizoen tussen de Pjeln bij Cambuur en die het zo goed dat hij daarmee een transfer naar Grains verdienen. Ja, ik voel me toch een beetje verbonden nog met de stad en met de club. Dus sowieso de eerste training wil je altijd even meemaken. Ja, dat noemen we clubliefde. Ja, zo kun je dat noemen, inderdaad. Ja, het kan snel gaan binnen een jaar. Noot Marco Bizot verhuist naar Grains en tweede doelman Robert de Loeke naar Veendam gien is het de vraag waar de eerste doelman wordt. Er binnen twee kandidaten. Dit is Dennis Telgenkamp. Telgenkamp wordt hier van Heracles Almelo en wie der tweede doelman. En dit is Leonard Nienhuis. Nienhuis wordt hier van Grains. En zij maakt het uitvjochtje waar de eerste doelman wordt. Nou ja, we hebben een gesprek gehad en de trainer heeft gewoon aangegeven dat we het gewoon allebei moeten laten zien in de voorbereiding. En tegen mij had hij gezegd van een week voordat de competitie begint, wordt een keuze gemaakt. En nou, diegene komt onder de lat staan. Ja. En Dennis, tegen jou heeft hij iets heel anders gezegd? Nee, gewoon precies hetzelfde wat Leonard ook zegt. Je moet het gewoon zelf laten zien. En dan uiteindelijk zal de trainer wel bepalen wie er onder de lat komt te staan. Nienhuis en Telgenkamp binnen Nij in de Cambuur-selectie. En dat geldt ook voor Oebelus Kokker, oerkaam van Harkemase Boys. En ook voor deze Johnny de Vries. De Vries komt van Emmen en had in de jeugdopleiding van Heerenveen voetballen. De Vries kin onder de rechterkant van de verdediging uit de Votten. En dan is er ook nog spits Michiel Hemmen. Maar Hemmen had nog een paar dagen vakantie gekregen van de technische staf. En daarmee zit de teller op 5 nieuwe gezichten. En dan lezen er nog 3 vacatures die het opvuld worden matten. Want door het voortgaan van Mark de Vries, Sander van der Heijden en Leon Heesen mist de selectie op dit stuit nog de nedige routine. Er zal het nodige versterking aan ervaring zal daar, ik hoop, de komende week bij komen. Ja, want er liepen net 19 spelers rond. Jullie willen graag toegroeien naar een selectie van 22 man. Dat betekent dat er dus nog 3 bij moeten. Dan moeten 3 jongens worden met ervaring? Nou ja, ervaring. Dat kunnen ook jongens zijn die qua leeftijd 4-25 zijn. Maar wel een brok aan ervaring in eerste of eredivisie hebben. Dus daar zijn de gesprekken op dit moment mee. Jullie zoeken onder andere ook nog een centrale verdediger. Jullie hebben een aanbieding gedaan aan Robert van Boksel. Die heeft hij in eerste instantie afgewezen, want hij wil graag hogerop. Maar zijn jullie nog steeds in gesprek met Van Boksel? Nee, we zijn niet in gesprek met Robert. Nee. Is hij nog wel een optie om centrale verdediger te worden bij Cambuur? Nou, op dit moment zijn we in gesprek met een andere centrale verdediger. Dus als die het wordt, dan zijn we daar in principe zijn we klaar. En dan hopen we er nog een middenvelder en een rechter spits bij te halen. Er mat dus nog wat bij. Maar de kinder ook nog wel een pivot. Verdiegener Wout Drosten zit in de belangstelling van AZ, Vitesse en VVV. En hoopt het stiekem op een transfer. Dat zou echt mooi zijn, maar tot nu toe is het nog niks waard, die geruchten. En dan hoor je wel van anderen van, ja, dat moet je doen, je kun je aan. Maar goed, moet eerst maar zien. Hè. Ja, VVV zou al heel concreet zijn, maar dat ontken jij dus? Ja, nou, ik merk inderdaad dat er veel over gesproken wordt, VVV. Wat interesse, maar ik heb nog niks gehoord van, bied je al contact aan of wat dan ook, nee. En dan is er nog het opmerkelijke verhaal rondom Mark Diemers. Diemers is een echte Ljouweter, speelt in de combineerde jeugdopleiding van Grains en Cambuur en is dit seizoen oerhevelen naar de eerste selectie van de Ljouweters. Maar de kans dat Diemers neer van Cambuur uitkommercieel is lykwijls grut. Want zowel Utrecht als Grains had interesse voor de talentvolle middenvelder.
Ik moet veel spelen. En dat is het belangrijkste voor mijn ontwikkeling. Dat ik gewoon deze jaren 18, 19, 20 moet je gewoon constant spelen. En ja, waar dat gaat gebeuren, dat weet ik nog niet. Maar er is interesse uit de Eredivisie. Is dat inderdaad FC Utrecht en FC Greens? Ja, die heeft wel interesse, ja. Is het nog een overwaging om misschien wel hier in Leeuwen te blijven? Want ja, hier heeft misschien wel de meeste kans op speelminuten. Ja, nee, dat is zeker een overweging. Dus ja, zoals het nu staat, ga ik lekker de voorbereiding met Cambuur draaien. De competitie van Cambuur begint op snijden 12 augustus met de uitwedstrijd tegen Volendam. En nou Freed, dit alweer de eerste oefenwedstrijd van Cambuur op het programma. Traditiegetrouw altijd in de wedstrijd tegen DTD. En die wedstrijd begint om 7 uur in Jelsum. Zwemmen dan. Barsters vol ambitie verhuizen zwemster Ilse Kraaienveld Twaalien naar het Zwemwalhalla in Eindhoven. Het grote talent van Orca uit Leeuwen wie van doel om onder toptrainer Jacco Verharen de laatste stap naar de vrouwtop te maken. Maar dat roen Olier Oors. Er werd amper progressie boekt en dus nam Kraaienveld een rigoureuze stap. Ze ging weer waarom naar Orca in de hoop om haar Olympische droom toch nog weer te maken. De Olympische Spelen in Londen beginnen over een dikke mannen. Als alles goed ging weer, dan hier Ilse Kraaienveld haar daar nou op aan het tarieren west. Maar in stede daarvan zwemt ze dit weekend het NK Sprint op het Jereveen. Een wrot van verschil. De oerstap naar Eindhoven is dus bepaald net worden wat Kraaienveld ervan verwachtte hier. Ik heb dat nu 2 jaar gezwommen en dat is toch wel genoeg tijd om te zien of het ook werkt daar. En dat was niet het geval. Het ging gewoon, de prestaties gingen niet erg goed de laatste tijd. Ja, dan moet je toch de keuze maken om ergens anders heen te gaan of weer terug te gaan naar Orca. Om erachter te komen wat er misging is, gaan we waarom in de tijd. Het is december 2010 en Kraaienveld is krekt een paar mannen onder gong in Eindhoven. Jacco Verharen stipt tunnel een probleem aan. Ze doet natuurlijk wel een aantal andere dingen. Toch een andere manier van krachttraining. Elke trainer heeft toch zo zijn eigen structuur in programma's. Dat is eventjes wennen. Maar wennen, dat koer Kraaienveld net onder methode van Verharen. En dus kiezen ze waarom naar het vertrouwde Orca, maar trainer Henry Koek. Bij Jacco trainen ze toch iets lichter dan bij Henry allemaal. Ja, dat past waarschijnlijk niet bij mij. Ik ben echt gewend om flink hard te trainen. En dat heb ik gewoon 2 jaar lang voor mijn gevoel niet gedaan. Bij Orca hopen ze nou de trieën weer op te pakken. Op het NK Sprint is Kraaienveld de grote favoriete van de 50 meter vrij. Ze is nou 4 weekend waarom bij Henry Koek en het hudde trainen liek het effect te hebben. Ze pleitst haar mooi gemak voor de finale. Zwim-expert Jos van Kuijeren denkt net dat het alleen gewoon de trainingsmethode van Verharenlijn had dat Kraaienveld het net opredde koer. Zij was op een gegeven moment heel goed in de tijd dat de rubberen badpakken er nog waren. Daar ontleende ze haar snelheid aan. En ze ging in de periode naar Eindhoven toen men weer gewoon in textiel moest zwemmen. Hij heeft niet zo ontzettend veel aan haar techniek gesleuteld, maar het ging gewoon niet. In de finale van de 50 meter vrij is de concurrentie van Kraaienveld grutter. Ze zwemt tussen de onderste Gielen Lien en benamen Chantal Senden en Tamara van Vliet komen heel dichtbij. Maar mooi 24-33 is Kraaienveld de beste. Ze pakt de Nederlandse titel en de stap waarom docht haar dus goed. Heel veel mensen vinden het inderdaad een stap terug, maar zo zie ik dat niet. Omdat ik denk, het is altijd goed gegaan, zeg maar. Dus ik hoop dat ik nu ook weer flinke stappen kan maken richting de Olympische Spelen over 4 jaar. Ja, dat is zeker reëel. Hè. Je ziet dat de meeste zwemmers die nu naar de Olympische Spelen gaan in de huidige Nederlandse ploeg, die maken allemaal op 24, 25 jaar leeftijd hun debuut. Dus voor Ilse is dat zeker reëel. Maar goed, ze moeten wel een behoorlijke stap zetten, dus dat wordt nog wel een enorme uitdaging. En het is een leuke stap ik voor trainer Henry Koek dat hij Ilse begeleidt naar de Olympische Spelen. Ja, dat is natuurlijk de uitdaging. Die uitdaging gaan we graag aan, maar het wordt wel een lastige verhaal. Maar we gaan zien hoe het komt. Orca had ook bij de man senioren een medaille pakken roen zwemmen. Ramon Frederik pakt brons op zowel de 100 meter wiksel als de 50 meter rechtslag. Maar het aldergrootste talent van Friesland en misschien wel van Nederland zwemt bij DZMPC in Drachten. De 12-jarige Marit Steenbergen van Jesterwoude. Het ene na het oren Nederlandse record zwemt ze uit de boeken. En er wordt haar dan ook een grote takkomst van zijn, benamen op de 100 meter vrij. Als een zwemster van 12 binnen de minuut komt en 59 seconden zwemt, ja, daar kijkt men zelfs in de wereld van op. Fysiek is Steenbergen heel sterk voor een 12-jarige. Benamen daar maakt ze het verschil met haar leeftijdsgenoten. Ja, ik denk het wel. Ik ben best wel groot voor mijn leeftijd en daar kan het ook wel door komen.
Maar ik ben taal, hè, want dan heeft hij één doel stelt. Ik wil de Olympische Spelen, Helly. Nou ja, Londen lukt net natuurlijk, maar dan nog 4 jaar hier al. Nou, het is wel, ja, het is niet echt een doel om naar de Olympische Spelen te gaan, maar ja, het is wel leuk om een keer mee te maken en om gewoon een keer mee te doen. Hoe groot is de kans dat we Ilse en Marit Steenbergen of jou hier op Olympische Spelen zullen? Daar, zoals zij nu ligt te zwemmen, gaat ze heel goed. Dus ik ben benieuwd. Ik heb er zeker een concurrent aan de komende paar jaren. Prima resultaten voor de dammers van damcombinatie Friesland en de Oldehoven. Ze waren respectievelijk tweede en derde bij de strijd om de nationale dambeker in Huissen. Een unicum in de Friese damskiernis. De beker waart uiteindelijk woont door het Drentse Heiken DTC. En dan nog oor kwad nijs. Want het Iepen Nederlands kampioenskip Jermdrukken waart het weekend houden in Ljouwert. In het zien verskate categorieën namen de sterke Molje en Frolje het chin waarop. Beste Friese prestatie komt op namen van Stojanka Pater van Oudemarm. Zij wie de sterkste in haar categorie, Frolje onder mij 18 jaar. Overal winnaar waart Marcin Stalski en hij komt uit Polen. Arune Sneun waart voor de eerste keer een echte Derk Buitenzorg Vendai organiseren. Meer als de helden van alle Derk donateurs kwamen naar Wolvegeerta om kennis te maken met het meest talentvolle draafhinder van Friesland. De donateurs kregen boppen dat de ultieme kans om zelf eens om een echte koers mee te doen. Dit binnen de diehards, de echte livehouse, de fans van Derk Buitenzorg. Ik vind het gewoon zo'n gigantisch goed initiatief. Het hele verhaal, je haalt een beetje voor de slacht weg en ja, ik, dan moet je gewoon steunen. En dan de hele promotie die hij voor de draagsport nou maakt, dat is echt natuurlijk helemaal ja, om de rillingen van op je rug te krijgen. Ik vind het helemaal super. Jullie actie om Derk dus te redden eigenlijk. Dat sprak mij gewoon heel erg aan. Nou is er haast een prominente race, maar dit is zo'n bekende Friezen. En één van de fans mag ik maar van. Ik heb het al gezegd, van noteer me maar. Dus je hoopt dat je het wordt? Ja, absoluut. Nou, ik heb wel paard gereden, maar hier begin ik niet aan. Ik denk dat ik het ben. Nou, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Gefeliciteerd. Ja, denk ik wel. Ik ben net brand van de hinder, ja. Wat vregen hij nou? Wat? Hij is een pamper anders. Nou ja. Ja. Hij er zin in? Ik wel. Intussen is Derk ik onkaam. En geen enkel probleem. Na de komst van de hiestervluisterer Vrienden Wieke stapt Derk gewoon in de trailer. Geen probleem. Hij stapte er zaal op. Hij stapte één keer weer om en toen kwam hij er zaal weer op. De fans mogen kennis maken met Derk. Wat zegt u allemaal tegen hem? Of mag ik wel storen? Ja, natuurlijk. Ja? Ik weet niet, dat is gewoon manier van mijn paarden omgaan. Okay. Dus, weet niet, dat stomiteiten eigenlijk geen kleine dingen. Het is meer de klank van de stem die je doet, dan uiteindelijk wat je zegt. Oké. Okay. Huh? Oh. Die binnen de prominenten die Thierry met een pikeur meidoggen om een echte race op een duo-sulky. Krijg je ze maar een rintje? Het stukert wat bij het kruis. Ze zijn er makker van die pakken. Nee, bij die mannen ben ik zo liet. Hoe met dit mag het los wel? Het begint te halen wat te komen. Want misschien krijg ik nou eens. Ze gaan wel hurt. Oh, dus. Ik zou die moeten vertellen, ik krijg claustrofobie. Ja, dat vind ik machtig mooi, joh. En ik zit je vertellen, ik ben deze week 4 kilo lichter geworden. Want ik denk, ik vind het zielig voor het hinder. Ik ben een mandje voor de Diego. En hier was zenuwen, dacht ik misschien. Nou, zenuwachtig, maar ik vond het sneu voor het beestje. Koers Derk Buitenzorg al? Ja, natuurlijk. Ja, die volg ik. Derk presenteert hem intussen van de taskagers in Wolvegeer, waar hij met een soort enthousiasme ontvangen wordt. Maar het gaat vanzelfs om het draven. De snelheid en de kracht, dat zit wel goed bij Derk. Maar hij is nog wel wat onrustig. Hoe had er het ding in? Wat is tevreden? Nou, wat voelst je ervan? Als eigenaar? Ja, nou, ik zie hem toch wel pikken. Ik kan op in, hier het idee. Ja, dat wie even een beetje jammer. Ja.
Ja, maar ik weet niet of ik dan te kritisch ben, maar... Nou, dat voel ik wel een beetje jammer eigenlijk. Okay, dat voel eigenlijk een beetje aan. Nou, daar hier ik eigenlijk Ilke voor mij. Dus ik denk, als die er nou gewoon goed neus bloedt, dan is er vast niks los. Hoe kan dat dan? Dan is hij toch wel wat zenuwachtig of zo? Hij let net op. Hij let net op. Dan het, ja, hij drok mij achter mijn oren ding. Hij vindt het wel gezellig, hij vindt het wel leuk. En met het even een paar keer vaker doen, dan komt dat wel goed. Toch zult Derk, als alles goed gaat, op 6 juli beziek je hem te kwalificeren voor een koers. En dan hebben we nog de prominente race. En dat gaat er best voor ons aan. We gaan eens kijken naar het duel om de leiding. Leiding wordt voorlopig genomen door Henk de Jong, de assistenttrainer van Cambuur. Op de tweede plaats ligt Elske de Wal en plaats 3 aan de buitenzijde is voor Miranda Werkman. De Jong nog altijd vooraan. Miranda Werkman aan de buitenzijde. Normaal zeg je dames gaan voor. Dat denkt Henk de Jong ook, want daar komt Miranda Werkman aan de buitenzijde. Ze neemt over en ze gaat hem wel heel makkelijk winnen. Geef er een applaus, dames en heren. Miranda Werkman, presentatrice van Omroep Friesland, wint het hier met een straat uit dezelfde stal van Derk Buitenzorg. Want daar staat dit paard. Tweede plaats is voor Wiebe Willing. Derde plaats is voor Henk de Jong. En op de vierde plaats komt dan toch nog onze donateur binnen. Hoe viel dit? Ja, fantastisch, hè? Wat een geweldige overwinning. Zeg maar hoe die op het laatst nog even... Oh, geweldig! Geweldig! Even kijken. Echt kicken, ja. Ik heb het alles verleend, mooi keertsen, dus dit maakt het alles goed. Was ik nog meestal bedanken? Ja, mijn jockey natuurlijk. Met Hinde zelf, hè, Jas, tappetje. Piqueur, maar dat is echt wel, hij blote oh, piqueur. Een groot succes, de Derk Buitenzorg Vendai. Vrees 3 juli kun je Derk versien op de Swieperdai op de Jouwer. Van donateurs is het daar gewoon weer vergees. Ja, en collega verslagjouwer Rolf de Vries had zelf ook eens een keer mooi in een koers, maar is door heel mooi uitstapt omdat hij net verder dwarre. Ons af hier de sport op deze manje, nou daar is een keer weer zien naar het Frieske Nijs in Joert. Vanavond nog een hele gezellige jong. Dag.